Ja. Daar las ik ook weer wat mooie dingen over. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat PayPal geen banklicentie heeft. Hey, hoe kan dat nou? Ze ontvangen toch geld? PayPal heeft geen banklicentie. Oh. En PayPal kan dus doen wat hij wil. En hoe bedoel je? Het probleem is dus ook dat PayPal een beetje doet wat hij wil. Maar wat bedoel je, doet wat met hij wil? Met eigen regels van hoe je om moet gaan met geld storten. Die houden heel goed in de gaten hoeveel geld er op je rekening komt en zo. Aha. En het heeft dus voor heel veel onafhankelijke uitgevers en mensen die evenementen organiseren, blijkt het echt enorm irritant, het is echt een probleem aan het worden. Oké. Okay. Mogen we hierin? Want, nee, hebben ze eigen regels dan of zo? Ja. Of, en hoe uitzicht dat? Dat ze betalingen blokkeren? Oh, dat hebben ze een keer gedaan. Hele accounts blokkeren. Of nu is er dus bijvoorbeeld een jongen die organiseert een congres. Ja. En dat is eens per jaar. En dan komt er eens per jaar komt er 60.000 pond op zijn rekening. Holy crap. En daarmee betaalt hij dan van alles, hè, wat er nodig is. Sprekers en stoeltjes en koffie. Ja, heel veel. Ja. En nu heeft PayPal doodleuk gezegd, je moet een reserve van 60.000 pond op je rekening hebben. Huh? Anders, dus je mag pas aan geld komen als het meer is dan 60.000 pond. En dat hebben ze zonder vooraf aan te kondigen, hebben dat gedaan. Dus nu staat er 60.000 pond op de rekening van die gozer. Ja. En daar kan hij niet bij. Oh, op zijn PayPal-account? Ja, en daar kan hij niet bij. Wat de hel, joh. En dan moet hij leveranciers, de ruimte, alles moet hij daarvan betalen. En dat kan niet. Moet hij op eigen zak doen. En dat heeft hij het geld niet voor. Hoe kom je aan 60.000 pond, zeg je? Jezus, dat is een flink bedrag, inderdaad. Ja. Dat ziet er uit alsof ik daar niet langs kan, of wel? We gaan het proberen. Het ziet er erg blokkerend uit. Of we moeten over de stoep, inderdaad. Kan ik over de stoep daar, denk je? Ja, we kunnen kijken. Maar er zitten natuurlijk ook lantaarnpalen. Lantaarnpalen en paaltjes. Ja. Gaat het lukken? Nou, laten we het proberen. Dit wordt in elk geval een leuke voor kamp B. Ja, kan ik langs. Oh, kijk. Makkelijk. Zo ziet u nog een leuk stukje van Amsterdam. Frederiksplein of zo. Wat is dit toch? Hier kan je het niet in. Jammer. Ik denk dat we dan weer zo moeten. Ja. Maar goed, dat is. En vooral dat allemaal gebeurt zonder vooraf. Dat het vooraf wordt gezegd. Ja, want er zijn dus heel veel partijen die daar echt gebruik van maken. Ja, nou ja. Ik weet het alleen één keer dat. Maar ze zijn dus echt schofterig grof. Ja. En het probleem is dat het is super makkelijk om te gebruiken. Maar nu gaan steeds minder mensen gaan het natuurlijk inzetten. Ik kijk wel uit. Weet je, ja, als het arbitrair is, kom op. Als ik iets online ga doen, dan ga ik echt niet via PayPal laten betalen. Nee, dan moet je kijken hoe je dat op een andere manier kan oplossen. Want ik weet nog wel, wat was het nou? Het was een vrij controversiële, event of iets dergelijks. En die werd gewoon geblokkeerd. Je kan geen betalingen meer doen. Hebben we daar eerder over gehad. Ja, dat is. Je kan wel betalen aan de Ku Klux Klan, maar je kan niet betalen aan WikiLeaks. Nee, precies, ja. 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 Ja, goed, dan wil je helemaal niet dat soort bedrijven daar besluiten over nemen. Ja. Tenzij er natuurlijk een wetgeving of zo, maar ja, dan is het vrij. Het is irritant dat er zulke ontzettende klootzakbedrijven op zulke essentiële plaatsen van het web zitten. Ja. Dat is echt wel kloten. Maar ze begonnen niet als klootzakken, toch? Neem ik aan. Nou, PayPal is altijd wel hufterig geweest. Ja? Oké. Okay. Ja, dat is altijd. Dan zijn ze heel consistent erin. Dat is toch puur zoveel mogelijk winst maken is het. Het zijn geen dienstverleners, weet je. Nee, het zijn geen bedrijven die in eerste instantie een goede dienst willen leveren. Ja. Het zijn bedrijven die in eerste instantie zoveel mogelijk geld willen verdienen. En hoe ze dat doen, dat maakt ze ook geen fuck uit. Nee. Daar werken ook mensen die
Oh, dan werken ze weer bij PayPal, dan werken ze weer bij een uitgever als ze maar zoveel mogelijk geld verdienen. Die hebben geen passie. Nou ja, geld is dan een passie. Veel geld. Wat doen jullie? Veel geld. Veel geld verdienen.